Hey, ik ben die gozer met die pet. En vandaag ga ik weer een schilderijtje maken. En dat schilderijtje, moet je maar kijken naar die canvas. Dat was een witte canvas, maar die heb ik met zwarte gesso of zwarte acryl. Kan je die helemaal zwart maken. Even 20 minuten wachten, dan is die droog. Toen die droog was, heb ik lijnzaadolie heb ik erop gedaan. En dat heb ik heel dunnetjes erop gedaan. En dat is eigenlijk een van de moeilijkste dingen die er is, die olie erop. Want als je daar te veel van doet, dan druipt het zo. De verf druipt er gewoon overheen en dat wil je niet hebben. Ik heb met een oude t-shirt of met een keukenrol, kan je het overtollige eraf halen. Het is echt minimaal wat erop zit. Daarna heb ik groen heb ik gepakt en ik heb blauw gepakt. Dat heb ik samen gemengd. Kijk, dat is dit goedje. Je ziet het niet. Maar als ik er wit bij zou doen, dan zie je wat voor kleur het is. En dat zie je zo meteen als ik met wit, zeg maar, die gloed in de lucht ga doen. En voordat ik dit allemaal heb gedaan, heb ik hier een huisje en heb ik hier zo een vuurtoren gemaakt. Hier heb ik dat met potlood en daarna met acryl heb ik dat zo netjes gedaan. En toen heb ik schilderstape eroverheen gedaan. En ik heb hier, dat wil ik gelijk laten zien. Ik heb van die scalpeermesjes, operatiemesjes. Je kan ze overal halen, het kost niks. Dus toen ik die schilderstape erop had gedaan, heb ik met dat mesje heel voorzichtig, zeg maar zo, die schoorsteen en dat dakje, en dan zo eraf gehaald. Nou, meer dan dat is het niet. Ik ga nu in de wit. Een heel klein beetje wit. Niet te veel. En ik verdeel de verf goed tussen die haartjes. De kwasten waarmee we werken, dat zijn allemaal dierlijke haren. Als je dit met synthetische kwasten doet, zoals nylon of polyester, dan snij je door het verf heen. En dat wil je niet. En dan wil ik ongeveer hier... wil ik mijn maan hebben. En dat wordt tevens de helderste plek in de hemel. En dan gaan we langzaam naar buiten. Zie je, hoe verder we van die maan afgaan, hoe donkerder het wordt. Zo. En je wil nou met deze kwast weer niet meer terug naar die heldere plek. En soms dan is het goed om er eventjes van af te lopen. Gewoon even een metertje of 2 meter er vanaf te gaan staan. En dan kijken wat je nou eigenlijk hebt gemaakt. Zo. Dan ga ik even er vanaf staan. En dan ga ik weer een beetje in die wit. En eigenlijk... dat is het mooiste als je die kwast weer schoonmaakt en dan weer terug gaat. Zo. En naar buiten. Ik wil dit ietsje lager hebben. Nee. Zo. Eén keer nog. Wil ik hem ietsje helder hebben. Dit wil ik helder hebben. En dan naar buiten. Steeds donkerder. Zo, leg ik die kwast even weg. Pak ik een andere kwast en dat is dezelfde. Maar die is schoon en die is droog. Dan hoef ik ook niet steeds kwasten schoon te maken. En dan ga ik die harde lijntjes die je ziet, die ga ik weghalen. Dan maak ik gewoon kruisjes. Dan gaan we zo naar buiten. Hier krijg je een mooie gloed. Dat is heel makkelijk hier, want dit wordt mede mogelijk gemaakt door die olie. Want daarom kan je het zo mooi, een mooie gloed geven. Want als je dit op een droge canvas zou doen, dan gaat het niet lukken. Zo. Ga ik even op een afstandje kijken wat ik nou eigenlijk heb gemaakt. Zo. Zo zag ik er overheen.
Ik kan ook gewoon zo doen. Zo. Pak ik een beetje wit op mijn vinger. Dat is erg veel, hè. En dan zeg ik, hier wil ik die maan. En dan draai je gewoon een rondje. Zoiets. Vind je die maan te fel? Mesje eroverheen. En dan ga je zachtjes eroverheen. Zo. Nou maak ik. Dan heb ik. Oh ja, wat doe ik? Blauw. Pak een beetje groen. Wit. Zo, heel klein beetje bruin. Ook weer een beetje wit. Zo. Ik pak nog een beetje wit. Zo. Mixje gemaakt en dan kom ik met deze kwast, de waaierkwast, daar haak ik in allebei de kanten en dan gaan we een grote beslissing maken, want waar wil je je wolken hebben? Nou, gaan we van een afstandje kijken. Ik wil ongeveer hier wil ik mijn wolken. Zie je, kijk, ik hou hem er tegenaan. En dan. Zo. Zie je dat? Zoiets. Zo. Komt er hier nog een? Die hoek. Ik ga een andere kwast pakken. Kijk. Zie je dat? Mijn excuses. Nou. En bewegen, hè? Blijven bewegen. Dan koppelen we hem aan hem, maakt niet uit. Zo, en dan komt hier nog een. Die hoek. Zoiets. Gewoon draaien. Andere kant op. Duwend te draaien. Zoiets. En dan komt hier ook nog een grote. Je wolken zijn vrij, hè? Dus het maakt eigenlijk niet uit wat je doet. Het lijkt al heel gauw op wolken. Zo. Hier ook nog. Nog meer. Ik gebruik alleen die hoek, zie je dat? Even alleen concentreren op de bovenkant. De rest komt dadelijk. Hier in die gaten zijn ook zo'n mooi hem erin te doen. En hier ook. Ja, we moeten toch wel ietsje donkerder hebben, want we gaan van die maan af.
Hier komt er nog een. Nou, ik kom recht er tegenaan. Een droge kwast en dan doe ik die onderkant en de bovenkant laat ik met rust. Die onderkant heel zachtjes. Heel zachtjes. Met de punt van de kwast. Met de hoek van de kwast moet ik zeggen. Zo. En dan draai je hem om. Hier ook. Gewoon zo eens draaien. Zo. Dat heb ik ze allemaal gehad. Zo, met een draaiende beweging, als je omhoog gaat, dan lijkt het net of het omhoog regent. Want die koppen, die zitten het meeste verf op. Ik doe met een draaiende beweging heel zachtjes. Het is echt een paar haartjes en wat wind. Meer niet. Die gaan maar weer zo. Heel zachtjes. Zo. En dan zachtjes eroverheen. Zo. Oké, even van afstandje bekijken. Ik wil hier nog wel, die wil ik iets langer hebben. Zo. Wat je ook kunt doen, je gaat in de wit. In de wit. En dan doe je waar de maan is. Dan doe je het ietsje meer. Ietsje meer wit. Zie je? En hier ook. Hier misschien. Hier. Zie je dat hier? Ja, jij kan thuis alle tijd kunnen nemen. Je moet gewoon alles wat naar hun wijst, maak je gewoon een beetje wit. En soms is het ook mooi om gewoon zo te drukken. Zie je dat? Krijg je die mooie... Zie je dat? Goed. Thuis heb je alle tijd. Oh, zo. Heel zachtjes, heel zachtjes. Heel zachtjes, die ook. Zo. Zie je dat het net even wat witter is. Goed. Dan kijken we even wat we hebben gemaakt. Nou. Dan gaan we een mesje pakken. We pakken de mes. En we gaan in de wit. En dan ga ik onder die maan ga ik mijn zeespiegel doen. Zo. Beetje scheef. En daarvoor zeg ik, ja, ik ken dit veel beter als mij. En wacht even, ik weet wat. Want je kunt deppen, wat ik nu doe, maar je kan ook met een kleine mesje wil ik dan liever, ik kan ook met de grote, hè. Dat je dan zeg maar zo, drukken, platter, steeds platter. Steeds platter, steeds platter. Onder die maan. Pakken we dat mesje weer. En zeggen we hier. Kijk, die strepen. Die gaan we dadelijk uitvegen.
En dat kan omdat die olie erop zit. Heel leuk, niet te veel. Zo, pak ik de lange kwast. De lange? De 2-inch kwast, 2-inch. Dus 5 centimeter. En we noemen deze gewoon de grote kwast. Recht trekken, recht. En eigenlijk heb je nu al water, zie je dat? Het is eigenlijk vals spelen, hè, dit. Zo. Weer recht houden. Zo. Zo. Ik zeg heel vaak zo, zo, zo. Dat realiseer ik me in één keer. Dat is best wel... Ik pak wit, die doe ik een klein beetje in die wit waar lijnzaadolie in zit, dus ik verdun eigenlijk die wit. En ik doe tikken. Nee, ik heb deze al een keer gedaan, ik ga iets anders doen. Sorry, ik doe gewoon een streep trekken. En dan trek ik nog een streep. En dan ga ik even wat laten zien. Maak ik hem schoon. Want je kan op verschillende manieren een zee maken. Dus dat tikken wat ik net wilde doen en naar beneden halen. Maar je kan ook, zeg maar, die streep trekken. En dan... Zo. Dus een klein beetje van die streep meenemen. En dan gewoon één kant op. Zie je dat? Dan lijkt het ook net water. Zo. Ik ga er nog eentje doen. Nog eentje. Gewoon de streep trekken. En dan. Hier begin ik. Zo. Dan lijken het ook net. Golven die op je afkomen. Nu pak ik een kattentonkwast en dan ga ik in de geel en een beetje in de blauw, ook een beetje een soort van groene kleur krijg. En dan ga ik, doe ik even dit zo. En als het goed is, is dat die kleur dadelijk van het water. Zo. Pak ik een schone, droge kwast. Trek ik die. Nee, deze is niet droog. Trek ik die kleur een beetje naar beneden. Zo. Dan kom ik weer met die kwast. Dan ga ik weer in de wit. En dan een beetje in dat wit wat nou net is verdund. Met lijnzaadolie. En dan tik ik hier tegenaan. Dat zijn die koppen. Dus die kop van die golf. Ik moet dat voorstellen. Zo. Heel zachtjes. Eén richting op. Zie je, dan lijkt het net of je die kleur van het water ziet. Zo. Ik wil toch nog iets meer wit op die kop hebben. Zo. Zoiets. Neem lekker de tijd thuis. Gewoon lekker de tijd nemen.
mesje weer. En dan, wacht even. Ik ga de strand. De strand wil ik ook hebben. Ik pak gewoon van die amber. Een klein beetje wit erin. En dan zeg ik dat dit strand is. Iets meer bruinig. Zo. Iets meer wit. Zo. Dit wordt het strand. Dat mesje. Zoiets. En dan. Even wachten hoor. Even wachten. Wat zie je nou wat ik doe? Dat water, dat komt zo en mijn golf loopt die kant op. En er is helemaal niks aan de hand. Want dan doe je het gewoon weer zo. En dan klopt het wel weer redelijk. Iets langer. Zo. Zoiets. Oké. Nou. Dit is de zee. En dan maak er nog een. Beetje van dat wit meenemen en denk aan je richting waar je naartoe haalt. Zoiets. En ik kon er nog één doen. Je kan er zoveel doen als je wil. Dan ga ik weer in de bruin, in de zwart. Ik kan een beetje in de rood. Als het maar donkere kleuren zijn. En dan ga ik, want die, dat huisje en die vuurtoren, die staan ergens op, hè. Kijk. Zoiets. Zoiets. Oké. Okay. Hier ook zwart. Donker maakt niet uit, zwart. Zo. Zo. En dan hier. Zo. Nou, dan pakken we die eenheidskwast en dan doen we een heel klein beetje in de tinner, niet te veel, echt een paar haartjes. En dan doen we in een donkere kleur en dan in de geel. Als je een donkere kleur pakt, zwart of bruin, en je doet hem dan in de geel, dan krijg je ook een soort van groen. Je kan er zelfs een beetje rood pakken.
Ik dep alleen de bovenkant. De bovenkant dep ik. En dan gaan we bosjes maken. Hier allemaal bosjes, allemaal losse, het zijn allemaal, ja, je ziet het zijn allemaal losse bosjes zijn het. Die door ik die zwart zo hou, dus niet alles dicht maken, krijg je ook een soort van diepte, zeg maar. Nou, dan pak ik geel. En deze mag wel, veller. Zoiets. Dan. Ik wil even wat proberen. Want ik wil wel kijken eigenlijk wat er gebeurt. Als ik de tape weghaal. Dan ga ik nu even proberen. Ja, en dan komt die kleur passen. Dan komt die kleur los. Zo. Kijk, dan kunnen we een beetje aan de perspectief gaan werken. Nou, dat was hem volgens mij. Oké. Zo. Zoiets. Hier. Zoiets. Oké, nou ja, nou heb ik een bosje voor die deur gedaan, maar dat is helemaal geen probleem. Want als ik door de bruin heen ga, er zat al wat wit op en er zat wel blauw op. Als het maar een beetje. Ga gewoon door dat bosje heen. En dan hou ik zeg maar horizontale strepen. En dan heb je een soort van weggetje. Naar het strand. En dan kan je in de geel. In de rood. Zo, een beetje in de geel, in de rood. En dan, ja. Dan ga je zo. Zo, en dat is dan de weerkaatsing van het licht. Zo, een beetje. Voor het mooie. Doe je toch geel met rood. En dan een bosje maken alsof het lijkt. Hier. Zoiets. Nou, deze canvas die was zwart en net even kijken hoor. Zie je dat? Dus dan pak je met dat mesje gaaf. Dus dan pak je die kleine, dunne kwast met die lange haartjes, de penseelkwast. Je wil er waarschijnlijk ook een beetje wit bij, want als je iets zwart doet, en dan maak je een paar kleine. Hier, een paar kleine.
takjes, de kleine, hier de grote. En dan heb je toch een beetje diepte. Je kan er zoveel of zo weinig doen als dat je wil. Wil ik nog één klein dingetje doen. Ik ga door de bruin. En ik zeg hier, hier, daar, daar. En dan ga ik door de wit. En dan. Zo. En dan. Zoiets. Hey, wacht eens even. Dan wil ik nog één ding doen en dan schaai ik hem uit. Ik ga in de wit. Heel klein beetje wit. En dan doe ik. Zo, ik vind hem goed zo. Ik denk dat hij klaar is nu. Ja, wat kan ik er nog bij doen? Die kunnen van alles bij verzinnen. Een steentje daar. Je kan een lantaarnpaaltje hier nog maken. Maar als je dat licht wil maken, zoals hier, dan moet je wel wachten tot hij droog is. En als hij dan droog is, maak je een paaltje. En dan doe je eerst met een rode gloed, zeg maar. En daarna met heel weinig verf op je kwast. Een rode gloed, een rode balletje maken, want dat kan, want dan is die kan vast. Het verf is dan droog. Als je dat hebt gedaan, ga je in het midden van die rode gloed die je hebt gemaakt, maak je een beetje gele gloed. En in het midden maak je een stipje, een wit stipje. En dan lijkt het al heel snel op een lantaarnpaal. Maar ik ga ervoor, vandaag ga ik ermee stoppen en ik hoop dat jullie de volgende keer weer bij bent. Dankjewel. Hoi.